komen was wel echt wat minder, want ja. Wat tof hier in Nederland. Oh, ik ben ook zo'n lomperik. Tijkie, wat gaan we doen? Zwemmen, goed zo. Welkom jongens bij een nieuw vloggie. Kiri zit in de auto. Vloggie takeover, je ziet het, is je boy Q. Boe! Nou, dag. Drink je koffie niet op de dag. Dank je. Jongens, kijk nou eventjes. Platte band. We gaan nu eventjes oppompen. Kijken of hij misschien gewoon zacht is in plaats van lek. Ja, ja, 2x2. Dat gaat lekker. Ja! Oh yes. Heb ik jou toch even nodig? Dan zou je het aan een andere band vragen, hè? Inderdaad, had ik misschien nog wat gescoord. Zo, je knot is lekker vol, hè? Eindelijk. Ja. Met een grijze haar. Met een grijze haar, ja. Jongens, ik ga het zo laten zien. Maar Quinn heeft dus 2 grijze haren in zijn baardje. En ook op zijn hoofd, ook al zegt hij dat dat door de zon komt. Kijk hoe hard ik aan het werk ben geweest. Ik heb gewoon vieze handen. Was dit hem ook? Ja. Nou, wat zo. Kijk, er zit dus echt nul profiel op. Als je even kijkt naar mijn achterbanden, dat is even een stukje dieper. Zo, jongens, dat is even beter. Die onderste? 1.6. Ook zo zo. Slim dat je deze ook even kijkt. Dat zou ik dus weer nooit doen. Kijk, jongens, we hebben weer van alles gehaald. Allemaal oliebollen. Waarom als ik één keer met jou helemaal leuke kraam. Ja, altijd lekker snacken. En kijk nou, voor de kiddies. Nee, oliebollie. Ja, zeg maar oliebol. Goed zo. Goedemorgen, jongens. Nou, ik ga even naar kantoor. Het is Bring Your Kids to Work Day. Chilina, die was er net gezellig. Die heeft gezellig ontbeten. En nu ben ik dus onderweg naar kantoor. Maar ik moet dus even gewoon nadenken hoe ik moet rijden. Dat is echt ongelooflijk. Het gaat helemaal top. Thuiskomen was wel echt wat minder, want ja, een hele wasmand vol vieze jongens was, want Levi die heeft blijkbaar ook bij ons in huis gezeten. Ik ga nu dus eventjes werken. Laura en Vee zijn al op kantoor en de kerstboom wordt vandaag opgezet. Dat is wel super leuk. Jelina die rijdt achter me aan. Die gaat ook eventjes mee om te kijken. Kijk, yo, waar zijn we? Mama's weg! Mama's weg! Ga jij zitten? Gezellig. Oh. Nou, kijk jongens. De kerstboom die ziet er nu nog niet goed uit. Maar dat komt dus weer helemaal goed. Hier zijn alle gezellige kerstdingetjes. De bank. Wordt lekker uitgepakt. Er is een nieuwe afstandsbediening. Onderweg voor de open haard. Hier zijn alle Vinted dingetjes die worden gestald. En dat komt allemaal online voor de verkoop. En kijk nou, hier zijn dus mijn hangers. Die zijn gemaakt. Helemaal leuk, die hangen er. Het gaat weer helemaal top. Want mijn snoertje van mijn camera heeft in een cappuccino gehangen. Gadver. Ik ga nu naar Amsterdam, want daar heb ik een meeting. Ik zal later trouwens vertellen wat ik allemaal... Oh, de camera en laars aantrekken tegelijk is niet te doen. Ik ben trouwens echt afgevallen en zelfs dus mijn kuit, want deze laars die past ik helemaal niet. En nu... Kijk, nu kan hij gewoon dicht, dus dat is top. Je raadt het al, het is tijd om te krouwen. Goedemorgen, Dijkie. Goedemorgen, Mimi. Ik ga eens even lekker beginnen, jongens. Wat top hier in Nederland. Nou, ik was even. Ik kreeg een waarschuwing, want ik had de politie ingehaald. En ik ben ook zo'n lomperik. En ik ging dus te hard. Ik moet dus wel een paar kilometertjes rustiger aanrijden. Dus dat ga ik nu doen. Eventjes tanken en dan gaan we verder met de tour van vandaag.
Oké, jongens, ik ben aangekomen op bestemming. Hier ben ik dus bij mijn PR-bureau. Wordt een heerlijk koffietje gemaakt. Kijk even ook wat een mooie keken en kopjes. Hallo! En kijk nou wat een toplocatie. Gewoon helemaal in het centrum. Morning, jongens. Daar zijn we weer. Ik ben hartstikke laat. Tijkie, wat gaan we doen? Zwemmen! Zwemmen! Yay! Zijn we er klaar voor? Ja, die ochtend is niks voor jou, hè? Tijkie, wat gaan we doen? Zwemmen. Goed zo. Gezellig, hè? En Mimi. Gaan we zwemmen? Hey, Mim. Lieve mama. Nou, we hebben dus zwemles gehad en de kinderen zijn allebei helemaal gevuld. Maar ik moet zeggen, voor de mensen die dus ook hiervan denken, want dat dacht ik zelf namelijk ook naar, hier moet je echt niet aan beginnen, veel te eng. Ze vinden het gewoon leuk. Ze zijn gewend om in het water te zijn. Klopt. En Roemie vond het bijvoorbeeld op het begin heel eng. Wist je nog zwemmen in Curaçao? Curaçao. Dat is helemaal niet leuk. Nee, maar je ziet dus allemaal filmpjes zeg maar, op Instagram en zo en online. Dat je ze je kind zo in het water gooien. Maar ik rij naar jou te snel. Is goed. Maar dat doen ze gewoon met kinderen die dat natuurlijk ook kunnen. Dus dat hebben ze helemaal niet gedaan bij de kids. Ze gingen gewoon zwemmen en met speeltjes geven. En dan hadden ze superleuke diertjes. Die leggen ze dan op de bodem. Ja. En dan gaan ze gewoon zo naar beneden kijken. Dus het is echt super kindvriendelijk. En ze hebben het allebei superleuk gehad. Dus nou, het was de eerste les, maar tot nu toe echt een aanrader. Iedereen is helemaal kapot van het zwemmen. Zo, jongens, ondertussen zijn we door naar Change Laser Clinic. En hier ga ik zo meteen liggen. Lekker. En hier doe ik mijn hele lichaam laseren. Ook Curaçao ready. Eigenlijk ben ik helemaal in de voorbereidingen. Dus dat de kids lekker kunnen zwemmen, mama lekker haarvrij. Helemaal top. Dus gaan we lekker lezen en Boemie Loemie is lekker mee. Ja. Kijk, het is hier super chill. Je kan zelfs filmpjes kijken. Hier kom je helemaal bij. We zijn weer klaar met lezen. En ik heb dus nu ook dit keer, had ik vorige keer ook maar niet laten zien, dus mijn tenen gedaan. Want ik heb hier dus van die stokjes. Beetje vies verhaal misschien. Ja, dat is dus teenhaar. Dus dat gaat nu ook helemaal lekker weg. Dat is top. Nu gaan we lekker naar huis. Eten maken en dan zo Tijkie ophalen. Jongens, Pavé heeft lekker kibbeling meegenomen. Skiddy's ligt lekker te slapen. We zijn een kibbelingetje aan het eten. En nou, verder bespreken we handelingen of zo. Nou, eigenlijk zijn we gewoon een beek. Een Curaçao. En Curaçao en de beek en alles eigenlijk. Dus dat zijn we even lekker aan het doen. Wasje zit erin. Mam blijft. Goedemorgen. Het gaat helemaal mis. Het is namelijk 4:30. En ik ben dus na Tijkie naar bed brengen. Zo op de bank in slaap gevallen. Ik ga eventjes broodjes smeren. En ga ik lekker douchen. En dan is het weer tijd om te zwemmen. Oh ja, en na de zwemles, als het goed is, ga ik naar een soort van winter wonderland. Nou, het is eigenlijk gewoon het thuiscentrum. En daar zijn dan superleuke bewegende dieren en zo. Dus ik denk dat ik daar straks heen ga naar de swimlet. Tijkie! Hier zijn je laarzen, schat. Ik heb ze al gevonden. Nou, we zijn er helemaal klaar voor. Hey, Miem. Het is bijna 7:00. En dan gaan we maar eens eventjes met z'n allen de auto in. Kijk, daar zijn ze, je laarzen. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb gewoon zwarte Dr. Martens laarsjes aan. Oh, daar gaat de laars van Tijkie. En een joggingpak van Love Boutique. Oh, en ik doe trouwens mijn zwarte jas erbij aan. En deze is ook van Love Boutique. Ga je mee zwemmen?
Dit doet Tijkie al deze week. Dan gaat hij even op de grond liggen. Is hij boos. Tijkie! Zullen we je laars aandoen? Dan gaan wij zwemmen. En zometeen. Nou, ik wilde zeggen zometeen, maar ze is nu al. Ja! Yeah! Oh my god, wat een gezellige! Kijk nou, een matje voor alle vriendjes. Ja, Fee! We gaan daar dus een tv-kast plaatsen. En dan kan al het speelgoed dus in de tv-kast. Nog een leuk kaarsje kan erop. Helemaal gezellig. Ta-ta-ta-ta-ta. We zijn er. Dit is dus, even kijken hoe het ook weer heet, Global Garden. En er staan dus allemaal bordjes onderweg met kerstshow. Dus ik ben echt ontzettend benieuwd. Kijk nou hoe leuk dit autootje met sneeuw. Helemaal gezellig jongens hier. Ik heb hier helemaal zin in. Kijk, daar is Tulini Beanie Weenie. Nou jongens, wonderlijke Christmas wereld. We zijn er. Kijk eens, Ace en Tiggy en Rumi. Wat is dat? Kijk daar. Randy hier. Wow. Dat is mooi. Kijk hier, boven. Wow. Dat is mooi. Kijk nou. We gaan erin hoor. Hoe leuk. Wat is dat nou jongens? Wow, de kerstman. Zeg maar hallo kerstman. Wat leuk om jullie weer te zien. Welkom mensen, welkom. Wat is dat nou? Wat een mooie trein. Mooi Mimi. Kom zo, doei doei. Mimi, zei je. Zo jongens, wat een gezelligheid. Zo, lekker fristie. Billy, Yummy, Ace gaat ook eten. En waarom zou ik mijn beslag wel? Guten Morgen, jongens. Nou, ik heb vandaag weer superleuke opnames. Mijn haar en make-up is uitgedaan. Voor 4 handen op 1 buik. Heb ik opnames, daar heb ik super veel zin in. Tuikertje, die ligt nog te slapen. Roemie is net wakker, dus die eet lekker een broodje. En, ja, wat zou ik nog meer zeggen? Quint zou oppassen. Die is net eventjes boos weggegaan. Maar die komt vast wel weer terug. Roemie de Boemie, zit jij lekker een broodje te smikkelen? Lekker yummy, hè? Lekker yummy. Lekker yummy. Nou, het is no oppas. Dus, nou, de opnames zijn vandaag lekker met kids. Zo gaat het. Soms moet je ook niet te moeilijk denken, hè. Je kan je er heel druk over maken. Maar ik kan je vertellen, dat doe ik totaal niet. Komt vanzelf allemaal goed. Oh, het is zo koud. Ik ben net eventjes naar Thais gegaan voor mijn haar en make-up. En nu rijd ik door naar Almelo. Ik heb dus even een lekker cappuccinoetje gehaald. Maar kijk eventjes deze schuimlaag. Daar kan ik nou zo van genieten. Dus nou, cappuccinoetje. En we gaan weer. Het is 1,5 uur rijden. Valt wel mee. En nou, dan ga ik bij de meiden op kraambezoek. Dus ik heb er helemaal zin in. Zo jongens. Dat was mijn draaidag voor 4 handen op 1 buik weer. Ik kreeg trouwens super veel berichtjes van waarom komt jouw aflevering niet? Maar die is te zien op, even denken, 7 december. Dus nog eventjes geduld, maar hij komt er echt. En ik moet zeggen dat het echt, echt zo bijzonder is om hier aan mee te mogen doen. En dat je gewoon zo dicht bij iemand mag komen in een hele bijzondere periode van haar leven. Dus echt iets moois om te doen. Ik film wat ik aan heb, want ik krijg daar dus super veel vragen naar. Ook van mijn jas trouwens. Deze oranje, die is dus van Peppe Jeans. Even kijken, maar die is dus overal uitverkocht.
Maar ik ga het even weer hier doen in de vlog. Oh, niet scherp. Want ja, ik krijg zoveel vragen dat ik het niet bij kan houden om apart te antwoorden. Dus ik heb een shirtje aan. Deze is denk ik alweer 2 jaar oud. Van ASOS heb ik die besteld. Ik heb een broek aan van de Zara. Met een splitje. Die zit zo. En ik heb nog mijn sloffen aan. Dus ik ga zo meteen schoentjes aandoen. Kijk, dit is dus met zo'n flairtje. Tijd die ga ik zo aankleden. Mimi draagt een haarspeldje. Ik weet heel even niet meer waarvan. En een kooltruitje van de Zara. Die is van vorig jaar. Die is dus van Tijker geweest. En een super schattig spijkerbroekje van Petit Zara. Dat is trouwens Petit laagstreepje Zara op Insta. En een maillotje met een heel leuk ja, ruitje erin. Printje, figuurtje, hoe je het wilt noemen. En die is van House of Jamie. Tijker die heeft een trui aan. Van Zara. En een spijkerbroek van de Zara. Dit zijn trouwens de skinny spijkerbroeken. En dat zijn altijd mijn favorietjes. Die hou ik altijd. Die zijn €12,95. En hij heet skinny. En Tijkie draagt maat 98. En mogen we jouw sloffen zien? Die. Wauw. Wie is dat? Mouse. Mickey Mouse. Die zijn van Hanemetje. Wij zijn lekker aan het spelen met de brandweer. Yeah. Ja. Oh. En patatata. Zometeen komt nou, ik weet eigenlijk niet wie, maar ze komen eraan om in ieder geval mijn band te vervangen. En nou, dan zien we wel weer verder. Dat neem ik allemaal mee in de volgende vlog. En voor nu, dank jullie wel voor het kijken en ik zie jullie volgende week.